Deze Sarwan Kumar Ramai van Wanica Noordwest die heeft vandaag gevraagd aan het directoraat Openbaar Groen om hem te ondersteunen in de opschoning van twee belangrijke wegen. En dat zijn dan de Wanicaweg en de Iduweg. Het is jammer om te zeggen weer de Iduweg, omdat wij van CBN ook Prime Alert vaker hier met Openbaar Groen zijn geweest voor de grote schoonmaakwerkzaamheden welke zij hier verricht hebben. En het is jammer om te zeggen dat bewoners van dit land, van dit mooi land, wij mensen toch nog steeds vuil dumpen hier en daar, ook in de Iduweg. Het was gewoon een en al treurige zaak welke wij vandaag hier aantroffen aan de Iduweg. Een heleboel vuildump. Maar de mannen van Openbaar Groen die hebben zich niet uit het veld laten slaan. En hebben vol goede moed en volle moed de werkzaamheden hier aangepakt en opgeruimd. Het ziet er allemaal een beetje ogelijker uit nu. En de DC als ook de ODTD Openbaar Groen die hopen dat dit zo mag blijven. Wij voeren u naar het verslag welke wij hier maakten aan de Iduweg en de Wanicaweg. DC Sarwan Kumar Ramai van Wanica Noordwest. Waar staan we vandaag hier? Goedemiddag. Wij staan nu aan de, dit is de Idu-straat en Wanicaweg. Daar hebben we dus een integraal ophaalbeurt en een verschoning gehad samen met Openbare Groen. En u ziet het is heel mooi geworden nu. En we hopen echt van harte dat het volk dit ziet en dat zo goed houdt. Wij willen dus nu wel naar een situatie gaan dat we blijven controleren en ook blijven onderhouden. Zodat het probleem niet groot wordt. Elke vuil hier is eentje te veel. Ja. DC, uw voorganger had hier ook schoongemaakt. Ook alles plat laten maaien, laten ophalen. Er waren toen ook nog borden geplaatst van verboden vuil te storten. Zijn die borden nog hier te vinden? Dus dat vinden we heel erg jammer. Zelfs die borden zijn er niet te vinden. En men houdt daarmee geen rekening, waardoor de stad constant in extra kosten gaat. En u ziet, wie moeten we met man en macht weer werken om het werk te doen. Jullie hebben dus weer behoorlijk veel vuil hier aangetroffen? Heel veel vuil dat men onverantwoord hier gooit. En er is wel een situatie dat hier de wegen niet verlicht zijn, waardoor mensen dan gauw geneigd zijn om hun afval hier te gooien. Maar nu u toch de situatie hier kent, nu het schoon is gemaakt, wat gaat u als burgervader toch, welke maatregelen gaat u hier treffen? Dus wij willen de zaak hier een beetje verfraaien. Proberen om op die manier en structureel of regelmatig hier bezig zijn om het schoon te houden. Maar het bewustzijn moet bij het volk nu gaan groeien dat ze het geen vuil moeten gooien, anders is het dweilen met een open kraan, wat men zegt. Dat is dan de situatie aan de Uduweg. Hoe is het aan de Wanicaweg geweest? Eigenlijk is de situatie in al onze resorten jammer genoeg om en bij hetzelfde. Dus het probleem is hetzelfde. Het bewustzijn moet groeien. Men moet geen vuil gooien, zo simpel is het. En bij de werkzaamheden van vandaag, van wie heeft u ondersteuning gehad? Het is weer in samenwerking met Openbare Groen, waarbij de onderdirecteur weer baanbrekend werk heeft verricht. Dus we hebben samen gedaan. John Lekton, onderdirecteur Technische Dienst Openbaar Groen. Het is jammer genoeg om te zeggen, weer in de Iduweg. Ja, het is echt jammer te zeggen. Het was nog steeds vervuild. En wij maar schonen. De attitude verandert niet. En ik heb met mevrouw Maatsen gebeld, hoofd van vuilophaal en verwerking. En omdat ik dacht dat hier die projecten omliggend niet aangedaan werden. Maar ze heeft me verzekerd dat het wel aangedaan wordt. En ze heeft me beloofd dat ze maandag weer een onderzoek gaat doen of alle projecten hier daadwerkelijk opgehaald worden. Dus toen soms kreeg ik het gevoel van dat ze nog niet aangedaan worden. En vandaar dat die mensen in vuil hier worden. Ik begreep ook dat niemand met vuil thuis wil blijven. Maar als ze kraakperswagen langskomt, dan moet je dit helemaal niet doen. De voorganger van DC Ramai, u was er toen ook aanwezig, die had er toen ook nog borden laten plaatsen, verboden vuil te storten. Van de DC begrijpen we dat er geen sporen te bekennen zijn of te zien zijn van die borden? Nou kijk, ik heb altijd de gewoonte gehad, we plaatsen een bord, dat is artikel 39, verboden vuil te storten, strafwet. Maar zodra er toch vuil gestort wordt, laat ik het weghalen. Omdat je verzwakke artikelen, waaraan gaat men de gewoonte krijgen van, oh die borden dienen voor niks. Toch, die borden zijn geplaatst, maar we zien toch vuil erom.
Dus ze blijven storten. Dus als ze dat, die karakter vertonen, dan haal ik ze weg. Laat ik ze weghalen. Maar is het vuil alleen langs de weg of ook in de trenzen? Ook in die trenzen. Dat is zo jammer vandaag dat we op moeten halen. Ook in die trenzen. Maar voor vandaag zijn jullie al klaar hier? Hier is al helemaal opgeschoond? Nee. Die twee machines, we hebben twee AGM-machines hier. We hebben een goede heer gevonden. En hij heeft ook bewaking. Dan gaan die machines daar blijven. En ik denk dat we hier 3 à 4 dagen bezig gaan zijn. Met die machines. Maar we hebben maaiwerkzaamheden gedaan. We hebben opgeruimd. En zo gaan we door tot het helemaal opgeschoond is. En wat is de situatie aan de Wanikaweg? Wanikaweg heeft meer gras. Dat hebben we ook gemaaid en opgeruimd. Zijn de hoopjes. Vanmiddag worden de hoopjes opgehaald. Maar Wanikaweg toont ook zo'n beeld. Maar in weinige mate. In weinige mate. Want dat er veel huishoudingen daar zijn. En niemand gaat zijn de gelegenheid stellen om vuil voor een huis te dumpen. Er zijn minder mate, maar het wordt ook flink vervuild. Maar wat kan ervoor zorgen, heer Lekton, dat men toch wel stopt om vuil te dumpen hier in de Iduweg? Kijk, net wat ik zei, alle actoren moeten aandacht geven aan dit ding. Ze nemen het vreselijk, nou vind ik nog steeds, volksgezondheid, milieupolitie, niemand. Ze moeten echt aandacht schenken aan dit ding. En het zou kunnen dat we hier gewoon misschien de hulp van militairen kunnen krijgen, maar dat is mijn pakje niet aan. Ik zal de minister vragen dat te doen. En dat ze gewoon patrouilleren. En steekproeven hier doen s'avonds, dat mensen opgepakt worden. En laat je die mensen het opschonen, net een taakstraf. Je hoeft niemand de gevangenis in te dumpen en niemand geld te laten betalen. Want dat, ik denk dat men bang is voor een impopulaire maatregel. Maar ik denk dat ze die mensen gewoon taakstraffen kunnen geven. En voetjes, een vriend dat hij in dosu of zakken, noem maar op. Dan maak je een paar meters, gewoon 100 meter of zo. En dan moeten ze graag treschul bijhalen. Ja, om te filmen zodat men ziet van dat is zo aangepakt. Ik denk dat dat alleen gaat helpen. U had plannen om hier te verfraaien middels bloemen en planten. Heeft het nog zin? Nee, omdat ik een keertje hier heel dure koningpalmen, dat zijn van die grote palmbomen, heb ik laten planten. Ik ben begonnen met 50 stuks op een afstand van 10 meter, omdat er tussen toch wel schoongemaakt moet kunnen worden vrij. En in één avond waren bijna 30 weg. Heb ik gauw die 20 weg laten halen. Dus het werd gewoon hier een shop voor onverlatenen. Begrijpt u? En die mensen die het ook opkopen. Maar ja, daaraan kunnen we niks doen. Maar ik heb die resterende 20 weg laten halen. Want het zijn heel dure palmen. Maar zolang hier onbewoond blijft en onverlicht, kan dit zich blijven voordoen? Ja, daarvoor ben ik bang. Het gaat zich voor blijven doen. En wij hebben als taak schoonmaken. En er wordt nog uitgescholden, maar ik heb nog nooit gezien waar iemand van openbaar van hier een doos of een zak gegooid heeft. Maar men doet net of wij het allemaal doen. Maar ja, we hebben ons gecommitteerd om het allemaal schoon te maken en we gaan het schoon blijven houden. Jammer genoeg is vandaag mijn laatste actie, want ik ga zo meteen met groot verlof en aansluitend pensioen, een jongere moeder kans krijgen. Ik vind het wel jammer dat ze geen jongeren aan me geplakt hebben, dat ik dat even mee zou kunnen lopen. Maar ik ga blijven ondersteunen, in welke zin dan ook. Indien men dat nodig acht, wil ik mijn krachten toch geven, want ik ben een bezige bij. En ik zal zeker wat doen, misschien in de burgerij of daar zeker, zal ik wat doen op bedrijfje beginnen, want ik kan niet stil blijven. Je gaat ziek worden en ik wil echt niet voor een zaagmolen de wacht houden. Ik ben te progressief voor. Ik ga niet voor een zaagmolen wacht houden voor een securitybedrijf. Ik denk dat ik een bedrijfje begin. Dat was ik gewoon. Voor ik bij de stad ben komen werken. Het gaat wel goed met me gaan. En ik wil ook van hieruit die mensen vragen. De bevolking die me altijd ondersteund hebben bij openbaar groen. Dat ze mijn opvolger blijven ondersteunen. En ik zal alle moeite doen. Want ik had een dienstverlenende taak. Ik weet dat ik heel veel mensen geholpen heb. En ik weet dat ze gaan blijven bellen. Maar ik ga ze ook vragen van laat me even met rust. Belt die openbaar groen. En, maar blijf openbaar gewoon ondersteunen. En die op mijn opvolger, ik weet niet, nog niet wie het wordt. Maar dat ze mijn opvolger ook blijven ondersteunen. Zodat het goed kan. En mijn opvolger, als hij wat advies wil hebben, ben ik ook open. Want het is één overheid. En hier zijn ook mijn nazaten. En we moeten in een schoolmilieu wonen om niet ziek te worden. Met een volk die ziek is, krijg je geen ontwikkeling. Ja, ik ga blijven ondersteunen. Laten we zien wat ik in de burgerij ga doen. Ik ben zeker dat ik niet stil ga blijven zitten. Ik heb een brutale bek. Maar ik ben godvriezend. En ik heb God altijd gevraagd, Allah Ta'ala, van als één deur gesloten is, maak een andere voor me open. En ik heb het gevoel dat hij dat gaat doen.